over stroomprobleem. Miguel van Assen scoort goud. En Lumas bestaat 5 jaar. Hallo allemaal, fijn dat je weer kijkt naar je eigen journaal. Al langer dan 2 weken is er een stroomtekort in ons land. Suriname heeft te maken met een stroomcrisis. Er wordt meer stroom gebruikt dan door de EBS geleverd kan worden. En dat zorgt voor veel ongemak. President Boutersen sprak vandaag de Nationale Assemblée toe over dit probleem. De president kwam tijdens zijn toespraak met duidelijke cijfers. Vergeleken met 4 jaar geleden is het stroomverbruik gestegen van 193 megawatt naar 258 megawatt. We zijn dus steeds meer stroom aan het gebruiken. Wat betekent een enorme druk op het bestuur van het land om deze versnelde grote behoefte aan energie bij te benen. De garandering en veiligstelling van voldoende energie behoort daarom tot de allerhoogste prioriteit van het regeerbeleid. Maar hoe komt het eigenlijk dat er opeens zo'n groot tekort aan elektriciteit is in ons land? Ik weet niet echt precies waarom er weinig stroom is. Mijn tante heeft me wel verteld dat de water is gezakt van de stuwdam. Het komt omdat stroom uitvalt omdat er minder water in de stuw meer is. Nee, ik heb geen idee waarom de water op de stuwdam zo laag is. Door het reeds ongeveer 12 maanden uitblijven van voldoende neerslag in en om nabij het Afbakastuwmeer geconfronteerd zouden worden met een aanhoudende lage waterstand, waardoor Suralco vanaf 18 augustus jongstleden 30 megawatt minder stroom kan leveren aan de overheid ten behoeve van de EBS. Het probleem ligt dus voor een groot deel bij het Afbakastuwmeer. Suralco heeft sinds 1965 een elektriciteitscentrale die het water in het stuwmeer gebruikt om stroom op te wekken. Maar nu we te maken hebben met droogte in dit gebied, is het niveau van het water zo ver gezakt dat de dam niet genoeg stroom meer kan opwekken. Daardoor is de EBS gedwongen om in bepaalde gebieden om de beurt de stroom uit te schakelen om zo de beschikbare elektriciteit eerlijk te verdelen. Bij mijn oma valt stroom wel vaker uit. Hè? Voor 2, 3, 4 uur. En als stroom uitvalt, of ga ik liggen, of ga ik buiten spelen, voetbal, of maak ik de laatste batterij van mijn tablet op. Laten we zeggen bijvoorbeeld, morgen gaat stroom uitvallen. Dan ga ik vandaag naar huis, ga ik alvast alles chargen van me. Dat zodat morgen eigenlijk, dat het niet echt zo saai gaat zijn. De EBS heeft iedereen opgeroepen om zo zuinig mogelijk om te gaan met stroom. Door 50% minder stroom te gebruiken, is de kans veel kleiner dat de EBS gedwongen zal zijn de stroom regelmatig uit te schakelen. Ook de overheid is van plan zuiniger aan te doen. We zijn intussen via de media al volop bezig met een bewustwordingscampagne voor efficiënt en verantwoord energieverbruik. En willen als overheid u voorgaan door vanaf morgen woensdag 27 augustus de airco's van alle overheidskantoren uit te doen en deze slechts van 10 tot 2 uur aan te doen. Voorlopig is er nog geen oplossing in zicht. Het enige wat wij kunnen doen is zuiniger zijn met de beschikbare stroom. De EBS doet zijn best om iedereen zo goed mogelijk te informeren wanneer zij stroom in een bepaald gebied uit zullen schakelen. Deze schema's zijn in de kranten en op het internet te vinden. Zo kan jij je goed voorbereiden op de ingeroosterde stroomuitvallen. Mensentoren gebouwd in India. Clarence Seedorf gedecoreerd en Miguel van Assen haalt goud op de Jeugd Olympische Spelen. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. Miguel van Assen heeft een gouden medaille behaald op de Youth Olympic Games in Nanjing, China. Hij deed mee aan het onderdeel Triple Jump en dat is de hengstapsprong. Hij won de strijd met een sprong van 16,15 meter.
Van de 6 atleten die deelnamen aan de Youth Olympic Games heeft alleen Miguel een medaille behaald. Kort na het winnen vertelde Miguel dat hij moe, maar heel trots is op zichzelf. Het is de eerste keer dat Suriname heeft gewonnen op dit onderdeel tijdens de Youth Olympic Games. I'm very, 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 very proud of myself and I'm very happy to be number one. De wereldvoetballer Clarence Seedorf heeft van de president de hoogste Surinaamse onderscheiding gekregen. Hij is gedecoreerd met het grootlint in de ereorde van de Gele Ster. Deze eremedaille wordt gegeven aan mensen die goede prestaties leveren en heel veel voor hun land doen. Zoals het stadion dat Clarence Seedorf heeft gebouwd, de sportactiviteiten die speciaal voor jongeren worden georganiseerd en de goede doelen die hij in Suriname steunt. Clarence Seedorf is trots op deze decoratie en staat altijd klaar om Suriname bij te staan. In India vieren de Hindoes al een weekfeest. Ze vieren het Govinda Festival. Dan wordt de jaardag van een van hun goden, Krishna, gevierd. Het hoogtepunt van dit festival is de Dahi Handi. Aardewerken potten vol yoghurt, dahi, boter en geld worden hoog opgehangen. Grote groepen mannen vormen dan een menselijke piramide en gaan met elkaar de strijd aan om die pot kapot te slaan, zodat ze de inhoud over zich heen kunnen krijgen. Aan top van deze toren staat altijd een kind. Vroeger gebeurde er vaak ongelukken met de kinderen, dus is het nu verboden om heel jonge kinderen mee te laten doen. Kinderen vanaf 13 jaar zijn toegestaan. Volgens vele verhalen hield Krishna als kind erg veel van yoghurt en boter en soms stal hij die uit huizen. De huisvrouwen plaatsten die daarom zo hoog mogelijk zodat Krishna er niet bij kon. En dat doen de mannen ieder jaar na. Stichting Rumas is een organisatie die schoolverlaters een tweede kans geeft om iets te worden in de maatschappij. Vandaag bestaat deze stichting 5 jaar. Om dit te vieren organiseert deze verschillende activiteiten. Gisteren vond de kick-off hiervan plaats door middel van een sportdag voor kinderen van verschillende kindertehuizen op het Onafhankelijkheidsplein. Ready? Go! Check up! Op het Onafhankelijkheidsplein was het supergezellig. Touwtrekken, hula-hoepen en voetballen waren enkele van de sportactiviteiten waar de kinderen aan konden meedoen. In het kader van ons 5-jarig bestaan hebben we gedacht om kinderen blij te maken. En we hebben gedacht in de vakantie zijn die kinderen thuis. Die kinderen zijn thuis. Ze kunnen nergens. Dus die kinderen moeten er extra voor wennen. En we hadden gedacht, doe dat bij die kinderen thuis. Voor wensen hebben ze toch een onvergetelijke dag. Ik ben komen spelen samen met die anderen. En om het gezellig te maken is het gewoon met elkaar te spelen. We zijn gekomen om te sporten. En we hebben touwtrekken gedaan, hula hoepen. Voetbal spelen, rennen. Ik vind het leuk hoe we hier hebben gespeeld. Het is heel leuk. We moesten hula hoepelen. We kennen die anderen niet, maar toch om met elkaar te spelen vind ik het vrolijk. Wat Rumas doet is jongeren een kans geven. Jongeren die van hangjongeren, drop-out, vroege schoolverlaters en ook jongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitie. Die groep hebben we ook en we geven ze een tweede kans. We trainen ze gemiddeld 7 tot een jaar, tot 12 maanden, worden ze bij ons getraind. Ze worden begeleid. Stichting Rumas heeft door middel van een expositie in het congreshal laten zien wat zij de afgelopen 5 jaar allemaal hebben gedaan. Tijdens deze expo waren er ook 15 andere organisaties aanwezig. Stichting Rumas heeft vanavond een speciale dienst en daarna een receptie om iedereen te bedanken die de stichting ondersteunt. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik zie je morgen bij een nieuwe. Doei doei!